Welkom bij de twintigste aflevering van onze wekelijkse Research at Nederland-podcast, waarin we steeds weer de brug slaan tussen de onderwijsactualiteit, onderzoek en praktijk. Met als missie die onderwijspraktijk steeds sterker research in vorm te krijgen en het onderwijsonderzoek relevant en praktisch toepasbaar tot in de klas. In de komende weken nemen we u samen met een van onze sprekers mee en maken we ook meteen een doorkijkje naar ons congres van 18 juni. Mijn naam is Jan van der Ven en dit is een nieuwe aflevering van de Research at Podcast. Vandaag heb ik een gast in de studio die werkzaam was op de universiteit waar ik zelf in een grijs verleden ook nog een tijdje studieontwijkend heb rondgelopen. In tegenstelling tot mij studeerde zij wel af aan de Universiteit Utrecht en promoveerde ze daar ook op een onderzoek naar onder andere feedback, perceptie en scriptiebegeleiding. Daarnaast werkte ze acht jaar als onderwijskundig adviseur en trainer op het gebied van feedback, toetsing en datagestuurd werken binnen zowel het voortgezet als hoger onderwijs. En was ze docent in de universitaire lerarenopleiding. Na haar promotie werd ze begeleider van verschillende promovendi. En sinds 2018 is ze als universitair docent verbonden aan het onderwijscentrum van het UMC Utrecht. Van harte welkom, Renske de Klein. Nou, welkom Renske. Leuk dat je hier in de studio bent. Um, een tijdje terug zag ik een berichtje van jou op LinkedIn rondom jou, uh, um, ja, jouw stuk over, over feedback en feedback geven en ontvangen. Toen heb ik je benaderd met de vraag: van: Goh, zou je dat ook willen komen delen op Research Chat? Um, kende jij Research Chat al van tevoren? Ja, nou, ik had het gevolgd van een afstandje. En ik zag daar zulke grote onderzoeksnamen elke keer aan verbonden. Ja. Dat ik dacht: dan moet je wel echt. Een fantastische onderzoeker zijn om daarvoor gevraagd te worden. En uh, toevallig, een van mijn promovendi heeft vorig jaar gepresenteerd, die was uitgenodigd. En toen zei ze: Ja, zal ik het doen tijdens een overleg? Ja. Ik zei: Ja, dat zou ik echt zeker doen. Het staat echt op mijn bucketlist. Ik ben nog nooit gevraagd. Ja. Dus toen jouw berichtje kwam, was ik echt helemaal blij. Ik heb haar meteen een appje gestuurd. Hé, hey, nu mag ik ook. Ja, tof, leuk. En het valt ook mooi in een hele kolom rondom feedback en toetsing en formatief handelen en alles wat daarbij komt kijken. Dus daar straks wat meer over. Eerst heel even wat, wat, wat dingen uit de actualiteit, uit de onderwijsactualiteit, een tijdje terug. Um, en dat sluit misschien ook wel een beetje aan bij het onderwerp waarover je komt spreken. Uh, de Vrije Universiteit in Amsterdam. Uh, stopt met. Uh, cum Laude. Um, uh, heb je dat meegekregen? Hoe, hoe ja. kijk je daar tegenaan? Ja, ik heb er ook naar gekeken. En volgens mij, vooral omdat het. Uh, bij de faculteit geneeskunde is. Uh -huh. Waar ik nu zelf ook. Uh, dichterbij werk. En. Um, nou, ik las ook dat. wat ze er vooral mee willen bereiken. is dat het. Dat studenten meer ruimte nemen in hun kooschappen ja. om, om verbeterfeedback te vragen. En niet alleen maar in de bewijsmodus, de prestatiemodus te zitten. Ja. Om vervolgens een goed cijfer te krijgen van die begeleider. Omdat ja. ze voor die cum laude willen gaan. Ja, het is best een heftige maatregel, denk ik, om die cum laude af te schaffen. Um, maar ik snap wel dat ze zoeken naar een manier om meer in die kooschappen tot een leercultuur te komen. Ten ja. opzichte van de prestatiecultuur die er kennelijk nu is. Ja. Ja, ja. Het lastige is natuurlijk, das, denk ik denk met iedereen met wie je zult spreken over feedback en toetsing. Kijk, sy systemen sturen gedrag yeah. en de toets stuurt leren. Mm -hmm. Zolang er cum laude is en zolang studenten een reden hebben om zich te willen onderscheiden van anderen. Mm -hmm. Zeker bij geneeskunde speelt. Studenten willen zich kwalificeren voor de specialisatie, mm -hmm. de vervolgopleiding van hun keuze. Dat is competitief. Je moet je onderscheiden. Wij hebben met elkaar cum laude in het leven geroepen. Om te laten zien, kijk, ik heb goede cijfers gehaald. Dus ja, ik kan het studenten niet kwalijk nemen. Nee. dat dit systeem het gedrag op die manier stuurt. Dus ik snap de VU wel heel erg dat zij zoeken naar een manier. hoe komen we meer tot die lerende cultuur? Ja, dus dan gaat het meer om cultuur. Uh, dan om, um, ja, misschien symptoombestrijding of zo? Ja, ja, daar lijkt het. En ik dacht, ik heb ook zitten nadenken. wat zou ze gebracht hebben tot deze beslissing? En ik kan me ook voorstellen, de aandacht die er nu voor is. Ja. misschien wel het feit dat wij het erover hebben. dat het gesprek op de werkvloer. Zal hier vast ook over gaan. Ja. Dat zet hopelijk wel een heleboel in gang. Ja. Ja, het lastige daaraan, natuurlijk, is juist wel dat als deze studenten dan weer moeten concurreren om opleidingsplekken met studenten van andere plekken waar de cum laude nog wel is. Ja, precies. Weet je, dan is de vraag of je hen nu benadeelt. Maar ja, wie weet, wordt hier toch ja. wel weer een hele beweging mee in gang gezet. Ja, er werd ook een referentie gemaakt naar uh, de, het werkveld waar uh, die studenten voor worden opgeleid. Uh, dat het ook daar steeds meer draait natuurlijk om teamwork. Een ja. teamwork dan om een individuele topprestatie, om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, dat raakt daar natuurlijk ook wel een beetje aan. Hè? Dat je als studie ook wat meer gaat verhouden tot uh, um, ja, de norm of de cultuur van dat werkveld. Um, dan um, ja, de, het systeem waar we met z'n allen al jarenlang in, uh, uh, in zitten, omdat we dat nu eenmaal gekozen hebben. Ja, en ik denk dat het veel zegt over het systeem waar zij juist graag naartoe zouden willen. Mm -hmm. Um, dus ik, ja, en ik denk juist in die medische hoek dat het, dat het wel zinnig is om na te denken over hoe kunnen we dit een beetje veranderen. En ik heb ook nog zitten denken: kijk, een alternatief zou ja. ook nog kunnen zijn dat je die cum laude niet haalt door heel goed te presteren, maar door heel goed te leren en te laten zien hoe ontwikkelbaar jij bent en hoe goed je om kunt gaan met feedback. Ja. Kijk, dat zou een andere manier zijn. En dat is makkelijk gezegd. Hè? Ik ja. bedoel niet dat dat nu praktisch heel haalbaar was. Maar Uiteindelijk is dit één klein schakeltje in zo'n systeem ja. waar ik dan ook weer niet zulke hoge verwachtingen van heb aan zich maar het is wel een heel duidelijk statement ja. van wij willen een andere kant op. Wij willen ja. van die prestatiecultuur af en naar die ontwikkelcultuur toe. Ja, en het brengt het gesprek daarover natuurlijk wel op gang. Uh, ja. Ik kan me ook wel voorstellen dat er, hè, jij zit zelf ook in die medische opleidingen uh, vanuit de universiteit. Dat er misschien ook wel andere uh, manieren zijn. Uh, je noemt net zelf al hè, van, uh, uh, dat je daar ook met uh, de manier waarop je omgaat met feedback of met ontwikkeling. Uh, als je dat wat meer op de voorgrond zou plaatsen, ja. dat je daar ook wat um, um, stappen in zou kunnen zetten. Um, hoe, hoe zijn jullie er zelf uh, uh, vanuit jullie universiteit mee bezig? Nou, bij diergeneeskunde bij de Universiteit Utrecht zijn ze al vrij vroeg begonnen met het hele principe van programmatisch toetsen. Ja. Waarbij dus ook he, minder die nadruk op cijfers, meer de focus op je feedback verzamelen, feedback vragen. Kijken naar je ontwikkelpunten en mm -hmm. jezelf daarmee ontwikkelen. Ik, dat, ik denk dat dat bij ons wel de voorlopers zijn. Um, en ik denk, bij, met geneeskunde en biomedische wetenschappen proberen we daar ook stappen in te zetten. Maar blijft het toch ook nog zoeken naar hoe kunnen we zorgen dat studenten de veiligheid voelen om zich kwetsbaar op te stellen. En ja. hun leerbaarheid te tonen, te delen waar ze mee worstelen. Zodat we ze ook echt goed kunnen helpen. Ja. En ja, dat is zo'n immense cultuuromslag. En ik werk nu drie jaar bij het UMC Utrecht. Mm -hmm. En... Um, Uiteindelijk ben ik natuurlijk een buitenstaander, want ik ben daar de sociale wetenschapper tussen de medici. Ja. Maar dan hoor ik ook wel van mensen die ik spreek, het maakt ook zoveel uit. Er zitten zo'n grote verschillen tussen onderzoekslabs, tussen medische afdelingen, ja. in wat voor cultuur daar zit. Ja. Binnen de instelling zelf nog bedoel je? Ja, ik. binnen de vakgebieden ja. schijnen het toch ook, weet je, best wel uh, ja, verschillende culturen te zijn. Dus ja. ik heb me nu laten vertellen, bij de kindergeneeskunde zitten de mensen die het meest op de sociale wetenschappers lijken. ja. ja, ja. Het is natuurlijk enorm generaliserend, ja. maar ik denk wel, we hebben nog een hele weg te gaan. Soms kan ja. ik als onderwijskundige denken, ja god, we, we, dit, uh, dit verhaal kennen we nou eigenlijk wel. Maar ik denk toch, we moeten het blijven verkondigen. Ja, nou, ben ik ben heel benieuwd hoe dat uh, uh, zijn navolging gaat krijgen in de rest van, uh, uh, van het veld, om het zo maar te zeggen. Want je stipt ook wel aan van, oké, okay, eigenlijk hebben uh, dat soort dingen ook pas ook echt zin als we dat met z'n allen doen. Hè? Ja. Om, uh, Um, om met z'n allen um, zoiets op te zetten. Dan wil ik ook een bruggetje maken naar um, waar dat wel gelukt is. om um, echt sectorbreed MBO, HBO, universiteiten. Uh, een impuls voor het digitaliseringsonderwijs te gaan doen. Uh, er is een uh, groeifondsaanvraag gehonoreerd. Er uh, komen flink wat miljoenen, ik geloof bijna een half miljard, naar uh, het mbo, HBO en universiteiten. Ja. Uh, om daar een digitaliseringsimpuls in te geven. Uh, heb jij dat meegekregen vanuit het groeifonds? Ja, ik heb het gezien. Ik wist helemaal niet dat het speelde, dus mm -hmm. ik dacht wauw, volgens mij twee grote onderwijsprojecten zitten erin. Alleen al het feit dat het zo sectorbreed is, is denk ik. Al een heel belangrijk statement. Yeah. En de middelen die daar dus voor vrijgemaakt worden. Um, ik denk dat het zinnig is om met elkaar na te denken over hoe kunnen we ons ja, nog beter voorbereiden op en toerusten om, nou ja, alleen al als je nu kijkt naar het hybride onderwijs, als yeah. we nu kijken, we zitten nu toch nog een beetje in die tussenovergangsvorm van weer campusonderwijs. En nog studenten die vanuit huis of vanuit andere plekken in de wereld het onderwijs willen volgen. Yeah. Ja, dat heeft nu een enorme boost gekregen. Maar ja, Dat kan ik me voorstellen. Ja, maar goed, daar moeten we dus wel goed op voorbereid zijn. Ja. Dus ik merk zelf ook, als ik nu onderwijs geef, dan is het bijna altijd hybride. Waarbij een deel van de studenten dat op afstand volgt. Ja. Was dat voorheen ook 2,5 jaar nee. terug? 3 jaar nee, terug? Nee, absoluut niet. Nee, en ik weet ook de eerste keer dat ik zelf nu zo'n bijeenkomst ging geven, dacht ik toch nog. Ja, hoe gaan we dat dan doen? Naar wie moet mm. ik dan kijken? Kunnen ze het goed horen? Je bereidt het weer iets anders voor als er interactie in kleine groepjes ja. in zit? Hoe gaan we dat dan doen? Um, maar ik denk ja, met het hybride werken, het hybride onderwijs. Ik denk dat het heel goed is om er op deze manier echt serieus in te investeren. En ja. dat dan dus ook samen te doen. Dat je niet zulke kleine eilandjes krijgt en dat iedereen zelf het wiel weer aan het uitvinden is. Ja. Zo, en ik kan me voorstellen dat die de, de afgelopen fase met rondom corona en het hybride onderwijs. of zelfs misschien het volledig digitale onderwijs in sommige fasen. Uh, dat een extra duw in de rug heeft gegeven. Uh, zijn daar ook wat jou betreft, zitten er beperkingen aan? Om, uh, uh, zijn er dingen waarvan jij denkt van ja, uh, uh, dit is wel echt gewoon heel stuk beter als we dit gewoon fysiek kunnen blijven doen uh, met de studenten op de campus, in de collegezaal of uh, wat dan ook? Ja, ik denk, denk eigenlijk dat we natuurlijk het liefst een heleboel graag fysiek ja. zouden willen doen. En de vraag is of dat op termijn ook met de groeiende studentaantallen, hoe haalbaar dat Blijft. Maar ja, ik merk zelf, en, ja, en dat zal weinig vernieuwend zijn, denk ik, voor, iemand die zelf, voor mensen die zelf voor de klas staan. Maar het voelen van de ruimte. Ja. Weet je, als je ze eventjes um, na een stukje plenair weer samen aan het werk zet. Het even voelen. Wanneer gaan we door naar het volgende onderdeel? Ja. Zijn mensen een beetje klaar? Praten ze alweer over iets anders? Dat had ik zelf ja. zo gemist met al die online. Bijeenkomsten. Ja, de je directe feedback die je van de ruimte ook echt komt krijgt. Als uh, de non-verbale signalen ja. die je uh, kunt oppikken. Weet je, iemand die eventjes een beetje fronst, dat zie je gewoon ook veel beter ja. Ja. in een kleinere ja. groep. Dat je even kunt vragen: hey joh, wat gebeurt er eigenlijk bij jou? Is dit weerstand of wat uh, ja. waar denk je aan? Ja. Het echt mensen ja. erbij houden. En tegelijk, wat ik ook een klein beetje ga missen mm -hmm. is. Om onderwijl in overleggen, niet zozeer in onderwijsbijeenkomsten, even te kunnen appen met andere deelnemers uit de bijeenkomst. Yeah. Om soms toch de boel een klein beetje bij te kunnen sturen. Of als je denkt, nou, ik weet niet of dit goed gaat, yeah. dan stuur ik soms een professor even een appje. Hey, joh, complimenteer die promovendus nog even met dat ze dit heel goed gedaan heeft. Ja, 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 ja. Want uh, hier zit echt heel veel werk in. Dat mag even gezien worden. Ha, dat kan ik straks niet meer. Dat nee. ga ik weer even missen. Ja, misschien als dat wel een beetje hybride wordt. Hè, wie weet <laughs> vinden we daar weer iets ja. hey, um, Nou was mijn vorige gast vorige keer uh, Charlotte Goumy in de studio. En die vroeg zich af, en met name ook over het onderwerp waar jij op 18 juni bij ons komt spreken. Um, op wat voor manier jij eigenlijk zelf graag feedback krijgt. En wat bijvoorbeeld ook feedback is waar jij zelf ooit echt iets aan gehad hebt. Ja, nou ja. Ik kan me geen leven voorstellen zonder feedback. Mm -hmm. Dus ik zit ook wel helemaal in die tunnel, moet ik bekennen. Je mag ja. me eruit halen als je straks denkt: Nou, <laughs> hè, we gaan nu wel erg uh, verder in. Nee, dus ik, ik geloof heel erg in juist zelf regie hebben op je feedbackproces. Dus ik stel, denk ik, zelf veel feedbackvragen. Mm -hmm. um, en daar reactie op krijgen is heel erg fijn. Yeah. Echte onverwachte feedback die je niet aan ziet komen en die je overvalt, die vindt niemand prettig om te ontvangen. En dat kost gewoon ook iets meer energie om. Ja, binnen te laten komen en te verwerken en je daartoe te verhouden. Ja. En um, dus ja, ik denk het, het, ik denk de meest indrukwekkende feedback die ik de afgelopen jaren heb gehad, die het meest, die misschien niet eens zo bedoeld was, mm -hmm. was dat ik het het hoofd van onze afdeling uh, een kennismakingsgesprek had op het onderwijscentrum bij yeah. het UMC. En ik uh, vertelde gewoon een beetje wat ik tot dan toe had gedaan en mm -hmm. wat ik van plan was op het UMC te komen doen. En uh, en hij zei goh ja, het valt me op dat je eigenlijk elke keer net een beetje als je in de eindfase van het een bent al begint met het andere een soort dakpanconstructie. Dus tijdens mijn master begon ik aan mijn promotieonderzoek en tijdens mijn promotieonderzoek wilde ik als adviseur alvast werken en ik dacht: "Goh, dat patroon heb ik er zelf nog helemaal nooit in herkend." Ja. En heeft me zo aan het denken gezet van: "Oh ja, waarom doe ik dat? Doe ik dat? En waarom doe ik dat dan eigenlijk? Ja. En wil ik dat dan nog steeds doen? Welk doel had ja. dat?" En um, was voor mij echt een blinde vlek die, uh, die hij mij heeft toen inzien. En is dat een stuk bewustwording, maar doe je nog steeds hetzelfde? Of is het iets meer geworden dan dat? Heb je daar ook iets mee gedaan? Nee, ja, ik heb er eigenlijk wel iets mee gedaan. Omdat ik toch ben gaan nadenken, met welk doel was dat dan eigenlijk? Waar ben ik dan me naartoe aan het haasten? Want ja. Ik was denk ik vooral heel erg efficiënt bezig met de doelplannen. Ja, ja. Uh, geen tijd te verliezen. En ik merk dat, dat er nu een soort kantelpunt is geweest... dat ik denk, ik heb zulk leuk werk, Jan, ja. echt. Ik heb zulk leuk werk. Ja. Dat ik denk, ik zou eigenlijk gek zijn... om nu door te rennen naar het volgende. Iets meer genieten van in het moment. Ja, met het risico dat ik ja. straks minder kan doen... van wat ik nu zo ontzettend leuk vind. Dus ja. uh, ik denk wel dat het me heeft geholpen... om iets meer te vertragen en te denken... Wat doe ik allemaal ontzettend vette dingen. Ja. Nou, leuk. Ik, ik ga dadelijk um, gaan we luisteren naar Jan Tissehauser's tip. Die kijkt even met zijn blik naar het programma van 18 juni. Uh, om te kijken van oké, okay, wat is er allemaal te vinden? Bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering. Of uh, op het gebied waar we het eerder over hadden. Rondom die uh, prestatiecultuur of uh, hè, ontwikkelcultuur. Ja. Ja. Um, en komen we dadelijk terug uh, naar na Jan. En dan uh, gaan we het eens even kijken naar uh, 18 juni. Naar jouw sessie en wat uh, mensen dan kunnen verwachten. Ja, ben benieuwd. Hallo en welkom bij Tishouse's Tip. Renske gaat in op de voor- en nadelen van het digitaliseren van het onderwijs. Tijdens de coronacrisis hebben we weer eens geleerd dat digitale hulpmiddelen heel handig zijn en we hebben ze ook veel gebruikt, maar we hebben ook ontdekt dat ze het echte lesgeven nooit zullen vervangen. Eddie Erkens heeft een aantal praktische digitale hulpmiddelen ontwikkeld om evidence-informed te werken in de klas. Hij laat ze graag aan je zien in zijn sessie. We hebben dit jaar ook een aantal sessies op het programma over feedback en formatief handelen. Als je tot een goede balans tussen ontwikkelen en presteren wilt komen, laat je dan inspireren door René Kneiber en Valentina David. Die laten in hun sessies zien hoe je dit al bij het ontwerp van je onderwijs kunt meenemen. Ik zie jullie graag op 18 juni in Nijkerk. Tot dan! Um, Renske, op 18 juni, uh, van feedbackontvangers naar feedbackgebruikers, zo heet jouw sessie. Ja. Uh, wat kunnen we verwachten op uh, die 18 juni vanuit jou? Ja. ja, het sluit eigenlijk denk ik mooi aan op het hele denken in die leercultuur. Ja. Dus hè, um, um, Hoe kunnen we leerlingen en studenten eigenlijk beter meenemen in wat we van ze verwachten bij mm -hmm. die actieve rol in, het feed in de feedbackprocessen? Want wat denk ik... Onze valkuil is als onderwijsmensen, en dus zeker ook die van mezelf, mm -hmm. is dat we denken, oh ja, studenten, leerlingen moeten we actief betrekken. Dus zij moeten het gaan doen en ik moet minder doen. Mm -hmm. um, maar als we dan vervolgens niet duidelijk zijn in wat we precies verwachten dat zij gaan doen, ja. dan hebben we eigenlijk meer verloren dan gewonnen. En ik denk dat speelt op veel gebieden en dus ook bij feedback. Dus hoe duidelijk zijn we eigenlijk mm -hmm. in wat we van ze verwachten? En uh, ik las in, uh, in 2018, kwam ik terug van mijn tweede zwangerschapsverlof. En toen las ik eigenlijk zomaar, een soort van per ongeluk, een artikel van Naomi Winstone, waar ik tot dan toe nog nooit van had gehoord, een Britse onderzoekster. En dat was zo de vinger op de zere plek. Dat stuk ging over, hoe kunnen we nou eigenlijk beter begrijpen, welke feedbackinterventies ook echt ertoe leiden, dat studenten, daar ging het vooral over, iets doen met de feedback die we geven. En ik dacht, ja, de, yeah. dit is het. We moeten veel minder nadenken over hoe geef je goede feedback, hoe kies je je woorden zorgvuldig en hè, hmm. hoe breng je de boodschap veel meer naar. Hoe zetten we studenten en leerlingen, hoe stellen we die in de gelegenheid om er echt iets mee te kunnen gaan doen yeah. en ervan te gaan leren. Dus ik dacht, daar wil ik eigenlijk mee door. En ben ik gaan nadenken over: ja, wat doen wij zelf eigenlijk al? Maar was dat dan ook iets op dat moment waar je zelf als onderwijsgevende tegenaan liep? Ja. Of heb je zelf daar ook als uh, student of scholier uh, met terugwerkende kracht. Dat je dacht: van, goh, uh, uh, ik had hier zelf ook wel uh, op een andere manier op dat moment mee omgegaan? Ja, joh, ik had ook echt zo als student ook echt een traditionele opvatting. Van wat feedback betekende. Ik dacht, ja. je, je moet een goede instructie krijgen. Dan ga je zelf heel hard aan het werk. Mm -hmm. um, dan krijg je nog een paar opmerkingen die je eventjes moet aanpassen. Omdat de docent het graag wil. En ja, dat is degene die ook je cijfer gaat geven. En ja. dan is het klaar. Dus ik zag ook feedback als een klein to-do-lijstje. Met zelf niet te veel over nadenken. Dit is wat de docent wil. Zelfs als ik het ermee oneens ben. Doe maar. En door. Mm -hmm. um, dus. En, en dan studeerde ik ook nog eens onderwijswetenschappen. Ja. <laughs> uh, dus ik denk, er is nog. Uh, er is een grote mindshift eigenlijk uh, te maken. in dat mm -hmm. daar ook een heel groot stuk van het leren en het nadenken zit. En wanneer heb jij zelf als onderwijsgevende. Uh, die, uh, die shift gemaakt? in hoe jij jouw onderwijs voorschotelt aan jou, uh, jouw studenten? Was dat tijdens. of na dat lezen van dat artikel? Um, of pas nou, toen je daar zelf dieper op in dook, of? Ik denk. Um, waarvan ik achteraf denk, met, dus met terugwerkende kracht, oh, dat had ik eigenlijk onbewust best wel handig aangepakt, mm -hmm. is toen ik zelf studenten ging begeleiden bij hun scriptie. Daar ging mijn eigen onderzoek over. En ik wilde zelf ook graag dat doen. Daar ja. zelf de, de praktijkkant van zien. Dus zelf scripties begeleiden. En dat doen veel begeleiders toch een beetje op hun eigen manier. En je hebt dan natuurlijk ook de luxe mm -hmm. om daar best veel eigen invulling aan te geven. En wij deden dat toen in groepjes. En um, Um, en ik weet nog dat ik dus op een gegeven moment tegen mijn studenten zei: Je mag me altijd ook tussen onze overleggen altijd nog een vraag stellen. Mm -hmm. uh, als je vastloopt. Um, maar dan wil ik dat je eerst aangeeft wat je zelf van plan bent te gaan doen. En daar dus een hele concrete vraag over stelt. En een yeah. voorstel doet van: Ik denk dat ik het zus en zo ga aanpakken. Dit mm -hmm. zijn daar de voor- en nadelen van. Maak er maar een tabelletje van. Dan kan ik daarop reageren. Je mag niet aan mij komen vragen: Ik weet niet wat ik moet doen. Ja, ja. En dat is denk ik achteraf dus ook een beetje het begin geweest van het nadenken over. Oh ja, wacht. En ik zag het letterlijk voor mijn ogen gebeuren. Dus op een gegeven moment zat ik met zo'n student mm. uh, in gesprek. En die zei toen... Ja, maar Renske, wat moet ik... Nee, wacht even. En, en ik zag voor mijn ogen gebeuren dat ze eigenlijk wilde gaan vragen... Wat moet ik nou doen? Oh nee, wacht, dat mag ik niet vragen. Oh ja, maar wat moet ik dan eigenlijk nu wel? En, yeah. ja, ik heb het idee dat het toen het leren voor mijn ogen zag gebeuren. Yeah. En door het lezen van dat stuk van Winstone... En daar zelf daarna in verder verdiepen en over mm -hmm. nadenken... Lezen, praten. Uh, denk ik, dat was denk ik het begin waarop ik. Uh, in mijn eigen onderwijs dat ben gaan doen. En je bent dat ook een beetje gaan structureren. om ja. het zo maar te zeggen. Hè? Uh, uh, was dat omdat je dacht van, um, hè, als ik zo'n model kan ontwikkelen, uh, was dat de, de houvast voor jezelf als onderwijsgever of dacht je van oké, okay, zo'n model brengt ook een heleboel structuur en houvast ook voor die, die studenten zelf. Nou, mijn plan was eigenlijk helemaal niet om het te maken. Ja. Ik dacht, dit is er natuurlijk al. En ik ja. ga het even zoeken, maar mm -hmm. ik kon het niet vinden. En toen was ik dus even vertwijfeld, omdat ik van Paul Kiersner heb geleerd... het feit dat het er niet is, wil niet zeggen dat het er moet komen. Het kan ook betekenen dat het helemaal geen nut heeft. Ja, ja. Um, dus heb ik mezelf eerst die vraag gesteld... is dit er nog niet, omdat het geen nut heeft? Mm -hmm. Nee, en ik dacht, ik kon dat niet geloven. Ik dacht, nee, dan ga ik nu toch maar zelf ja. bedenken uh, en de boel samenbrengen. Wat heb ik gezien in mijn praktijk als trainer en adviseur? Wat doe ik zelf in mijn eigen onderwijs? Ja. Wat zie ik in de literatuur? Om dan toch maar een eerste aanzet te gaan maken. met het risico dat zo'n model dan weer. ja, een flauw trucje wordt. Of ja, zo. Ja, hè? precies. En dat ja. is denk ik met. Een malletje. Van, ja, uh, ja. En dat is met alles. Dus dat was ook nog de afweging om het eventueel niet te doen. Mm. Maar dacht ik, zie het toch maar dan. Daarvoor ben ik dan net te veel onderwijswetenschapper als een scaffold. Weet ja. je, waarmee je in eerste instantie de structuur. Biedt, de stijger biedt. Dit zijn de stappen waar we je eigenlijk doorheen willen begeleiden. Ja. En waarvan je hoopt dat na verloop van tijd. heb je dat modelletje helemaal niet meer nodig. Want dan nee. is dat geïnternaliseerd. Ja, precies. En dan pak je de elementen eruit. die op dat moment nodig zijn. bij die student nodig zijn. Precies. of uh, bij die context nodig zijn. Ja, ja. ja. En, en, um, en nu had ik begrepen ook. Uh, ik volg je een beetje zo ook via LinkedIn. dat um, ook datgene waar je over schrijft. ook op uh, andere plekken af en toe weer, weer terugkomt. bij mensen die ja. wat meer willen weten over formatief handelen. of over feedback. of over wat dan ook. Ja, ja, ja superleuk. Ja, weet je, mijn motivatie qua werk zit er maar vooral in. Ik wil graag onderwijs en ja. vooral feedbackprocessen beter begrijpen. Ja, met het idee dat we daar met z'n allen iets aan ja. hebben. Dat we dat kunnen gaan gebruiken. En dat vind ik sowieso nog een. En soms een lastige rol ook hoor, ja. als onderzoeker. Denk ik, Renske, als je dat echt vindt, moet je dan niet zelf dat onderwijs ook geven? Nou, mm. dat, dat probeer ik te combineren. Ja. Maar mijn doel is wel. Om iets bij te dragen, ja. om iets te vinden waarvan we dan denken in het onderwijsveld, yes hier kunnen we iets mee. Ja. Um, en ik mocht in januari een webinar verzorgen voor het uh, platform leren van toetsen. Mm -hmm. En daar kwamen zulke leuke, enthousiaste reacties op van mensen die zeiden: ja, ik wil hier echt iets mee gaan doen. Ja. Ik wil dit gaan gebruiken. En uh, is het al beschikbaar in het Nederlands en dat soort dingen. Uh, dus ik heb op een aantal plekken workshops gegeven. En uh, en toen kwam dus via via een appje, via een, uh, een oud lid van een kinderkoor... wat ik yeah. heb gedirigeerd bij me. Uh, Renske, is dit van jou? Yeah. Met dus een, uh, een screenshotje van het beeldscherm op dat moment in het onderwijs. Het zegt, ja, krijg je hier een formulier? Staat jouw naam op? En nou, ik was, het even mijn hele dag, zo niet week, goed gemaakt. Dat ik yeah. dacht, oh, er zijn nu studenten die eigenlijk de opdracht krijgen. stellen ze een goede feedbackvraag. Yeah. En die echt de expliciete instructie krijgen... Als je feedback krijgt, ga daar dan via deze denkstappen doorheen. Ja. Dus ik dacht wel Mission Accomplished. Ja, ja. dat is wel tof. En uh, hey, uh, als je het dan hebt, hè, waar we in het eerste stukje al over hadden. Van, uh, um, dat je wil natuurlijk naar een cultuur van ontwikkeling. In plaats ja. van een cultuur naar van uh, de cum laude, van de prestatie. Ja. Um, dan draagt dit er hier natuurlijk hartstikke mooi aan bij. Ja, ik zie dit. Ja, en nogmaals, ik zit in die tunnel. Voor mij gaat het ook nog zoveel verder dan eigenlijk alleen het onderwijs. Ik mm. hoop echt dat het ook... Doorgaat zijpelen naar de werkplek. Mm -hmm. Naar weet je, de werkvloer waar ook veel meer dan. waarvan je hoopt dat er een open leercultuur is. dat mensen elkaar om feedback gaan vragen. Vooral ja. leidinggevenden aan de mensen die hierarchisch gezien onder hen staan. Ja. Want ja, die onderschatten dat feedback niet meer zo automatisch naar boven stroomt. Want je bent dan niet meer per se heel erg veilig. Ja. Als je ja. daar niet zelf om vraagt, dan krijg je hem niet. En ja, ik denk dat we dit jaar allemaal getuigen waren van de excessen waar het toe leidt. Ja. Ik denk dat John de Mol heeft laten zien hoe je niet om moet gaan ja. met feedback. Ja, ja, ja. En wat er gebeurt als je geen vragen blijft stellen bij hoe doen wij het hier eigenlijk met elkaar? En als dat van onder niet meer naar boven stroomt. Ja. Dus ja, ik, zie, ik hoop echt dat we dus nu de leerlingen en studenten van nu, dat zijn de professionals van de toekomst, ja. dat, dat ook zij dan een verschil gaan maken als het gaat om. Open blijven staan voor feedback. Nou, ja, mooi. Je hebt daar een uh, aantal acroniemen hè, voor, ja. uh, voor opgesteld. En zonder te gaan verklappen waar die uh, uh, precies voor, uh, voor staan. Op 18 juni, als je wat meer wilt weten over uh, Closer to Superpower, ja, dan moet je dus bij, uh, bij jou aansluiten in de sessie. Yes. Ik ben heel benieuwd, Renske. Hey, Renske, ik heb uh, de volgende keer heb ik Jasper Rijpma hier uh, als, uh, als gast, uh, docent geschiedenis en ook krachttrekker van een uh, uh, ander groeifondsvoorstel. Uh, uh, dat um, succesvol gehonoreerd is. Uh, het, uh, uh, ja, het initiatief Ontwikkelkracht heet dat. Uh, hij spreekt op 18 juni overigens samen met Inge de Wolf over de verbeterde cultuur en evidence-informed werken in onze scholen. Uh, is er een vraag die ik vanuit jou aan hem mag stellen voor een keer? Ja, de zeker. Um, ik vind het namelijk fantastisch dat dat, uh, dat, dat ontwikkelproject uh, er komt. Waar ik juist benieuwd naar ben is. Waarvan zou hij zien, en werkt dus samen, ook met onderzoekers aan dat project, als ik het goed heb ja. begrepen. Welke verandering in houding zou hij willen zien bij onderzoekers? Ik, ja. ik stoor me er soms een beetje aan dat onderzoekers degene zijn die zeggen. en de docenten die doen het allemaal niet goed, of die interpreteren onze modellen verkeerd. Of ja. die zouden veel meer ons werk moeten gebruiken om hun onderwijs te verbeteren. Nou, dat lijkt me niet de, de route om te gaan. Dus ik ben benieuwd naar die vraag andersom: wat moeten wij als onderwijsonderzoekers? Uh, ja, wat is misschien wel onze blinde vlek? Welke houdingsverandering? Nou, hele mooie wij, vraag doormaken. Um, is juist ook wel iets waar we als Research Ad inderdaad proberen met je op te zet, zetten. Hè? Ja. Dat we niet alleen die onderzoekswereld naar uh, de klassen brengen, of naar de scholen of naar de leraren brengen. Maar juist ook die andere kant van de weg uh, bewandelen. Ja, precies. Uh, om op die manier ook onderzoek weer juist relevant te hebben of te krijgen of, uh, of wat dan ook. Absoluut. Hé, hey, dankjewel Renske uh, dat je onze gast wilde zijn in deze podcast. We zien jou die 18 juni. Uh, in de volgende aflevering, dus Jasper Rijpma de gast hier. Uh, dank voor het luisteren en mocht je je ticket voor zaterdag 18 juni nog niet binnen hebben, kijk dan snel op www.research.eu